Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze derde live uitzending alweer van deze online demo dag. Ik ga even weer alles opzoeken, even alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig weer van start. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden, dat jullie nog genieten van al die live uitzendingen. Nou, inmiddels zijn Corine dus geweest en Rihanna die heeft al wat leuks gedaan. Nou, ik hoop vanmiddag met de JMA-collectie aan de slag te gaan. En ik ga wat ricepapers daarbij gebruiken. Ik ga mask stencils gebruiken. En verder weet ik het eigenlijk nog niet. Ik heb dus ook nog niet alle producten kunnen linken. Helaas heeft het mij een beetje aan tijd ontbroken om alles voor te kunnen bereiden. En weet je, dit zijn ook vaak projecten, dat kan je gewoon bijna niet voorbereiden. Omdat dat mixed media, dat komt gewoon en dat gaat. En dat, je moet daar gewoon ter plekke eigenlijk mee bezig gaan. Ik heb deze klok ook nog niet af. Hier was ik vorige week aan begonnen, vorige week zaterdag, om de verfjes even te gaan testen. En toen had ik zoiets van, nou weet je, ik kan wel zo'n klok gaan pimpen. Dat gaat me wel lukken en die krijg ik deze week wel af. Nou, dat is me dus absoluut niet gelukt. Dus jullie zien nog steeds evenveel als deze week of als vorige week. En we gaan gewoon vanmiddag een nieuwe maken. En of ik hem helemaal klaar ga krijgen, weet ik niet. Deze is alvast even in de gesso gezet. Normaal gesproken is die gewoon wit aan de onderkant. Deze MDF klokken die zijn ook bij ons te koop. Die zijn €9,95. En dat is dan inclusief het uurwerkje. Of ik er zelf nog cijfers op ga doen, weet ik nog niet. Daar moet ik nog even over brainstormen. Want wat ik dan wellicht wilde gaan doen, is met een stencil. Dat is ook uit de JMA collectie. Daar hebben we stencils met hele mooie cijfers. En dan kan ik er eventueel nog alle cijfers op gaan maken. Maar ja, net wat ik zeg, dan moet ik even kijken of ik dat ga doen of niet. Maar dan moet ik eerst de rest van de creatie af hebben. En ja, ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Dus jullie zien hem vanzelf wel een keer in zijn geheel voorbij komen. Nou, vanmiddag ga ik dus gewoon helemaal opnieuw starten. En mijn intentie was eigenlijk om met dit ricepaper te gaan werken in deze kleurtjes. En misschien een klein gedeelte van deze erbij gaan gebruiken. Ik ga het wel zien. Ik moet even bedenken waar ik ongeveer mijn afbeeldingen wil gaan hebben. Ik denk dat ik dit gedeelte zo ga gebruiken. Dus dan moet ik eventjes een beetje water hebben. Nou, leuk dat jullie er allemaal nog bij komen. Gezellig, dames. Leuk. Stroom nog gezellig binnen. Ja, die blauwe. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier nog niks mee gemaakt. Met dit ricepaper. Ja, ergens ook gewoon chronisch tijdgebrek. En ik ga gewoon vanmiddag hiermee aan de start. Of mee van start. En ik bekijk ook wel gewoon wat voor kleurtjes verf erbij komen. Hoe dat uit gaat pakken. We doen het gewoon onvoorbereid. Nou, als je dit dus voor diegenen die nieuw zijn met ricepapers. Je maakt dit een beetje nat. En dan kan je veel makkelijker scheuren. Dan krijg je gewoon iets mooier geheel. Even kijken. Deze gaat hier komen. Dat gat van die klok die maak ik er later wel weer in. Er zit hier ook nog een mooie blauwe roos. Die wil ik daar bovenaan nog hebben. Dus die ga ik er ook bij maken. Ook die weer eventjes een beetje nat maken. Die gaat hier in het hoekje komen en dan scheur ik het overige er straks gewoon weer vanaf. Deze mag ietsjes naar beneden. Ik denk dat we het gewoon op deze manier vast gaan maken. Dan heb ik nodig een kwast.
Die moet ik eventjes droog maken. En dan hebben we... even kijken, kun je ruispeper op elke ondergrond gebruiken? Ja, in principe kun je dat overal op gebruiken. Je kunt het op aquarelpapier gebruiken, op MDF, in je art journal. Eigenlijk overal wel. Wat ik nu heb, dit is MDF. Dus dat is gewoon een MDF plankje, een houten plankje. Omdat dit dus een klok gaat worden. We hebben nu van Studio Light... hebben we ook decoupage lak in het assortiment. En dat is verkrijgbaar in mat en in gloss. En gloss is dus iets met een werkje erop. En mat is gewoon echt helemaal mat. Ik zal kijken of ik jullie heel ietsjes nog kan inzoomen. Kijken of jullie het dan net ietsjes beter nog allemaal kunnen zien. Nou, volgens mij moet het zo allemaal net kunnen. Ik ga deze keer met de matten aan de slag. Ik vind zelf mat eigenlijk wel gewoon fijn. En je kan het eventueel later nog weer sealen met eventueel de gloss. Kijk gewoon wat jij zelf daarin fijn vindt. Nou, deze potjes kan je gewoon met je penseeltje in het potje gaan deppen. Dus dit is weer nieuw van Studio Light. En volgens mij kost zo'n potje €3,95. Dus weet je, wil je het proberen met de rice papers, dan ben je dan ook niet gelijk een enorme uitgave kwijt. Even kijken, die gaat zo ongeveer hier komen. Even zorgen dat hij overal goed vast komt te zitten. De onderkant ga ik ook nog een klein beetje op mijn klok smeren. Want ik wil wel dat die randjes goed vast komen te zitten. Dat is dat. En hier bovenaan komt er nog één. Oh, ik zie dat de opmerkingen vandaag weer niet helemaal tof meelopen. Dus ik hoop dat ik gewoon jullie wel zoveel mogelijk te woord kan staan. Maar als ik dus iets mis, dan ligt dat eventjes aan mijn reacties. Het penseeltje wel even weer schoonmaken, want decoupagelak is dus een soort lijm. En als je dat in laat zitten, dan ja, eigenlijk ga je kwast daarmee kapot maken. Dat is gewoon jammer. Potje weer dicht doen. Nou, deze randjes... scheur ik ze gewoon een beetje af. Oh. Nou, het zit dus nog niet helemaal goed vast. En waarom ga ik dat deze keer scheuren? Ik vind dat namelijk wel een leuk effect geven. Nou, ik moet hem straks even ietsjes beter vastplakken. Eigenlijk had ik dit eerst eventjes droog moeten maken. Kijk, want dan heb je hier een beetje aan de zijkanten dat het wit is. En zoals jullie wel weten, hou ik een beetje van die rustige achtergrond. Een beetje, toch veel licht erbij. En dat kan je op deze manier wel een beetje creëren. Deze is al een stuk droger geworden inmiddels. Kijk, en dan heb je niet helemaal dat hele harde aan de zijkant. Dit ook even een beetje... Nou, het kan ook best zijn dat ik straks aan de zijkant nog wel wat, gesso of zo ga doen. Zou ook zomaar nog kunnen. Ik ga dit eventjes snel verhitten, zodat het er mooi strak op zit. En dan kunnen we weer met de volgende fase aan de slag. Dit kan je overigens ook gewoon op je kaarten gebruiken. Je kan het in je journals gebruiken. Net wat jij zelf leuk vindt.
Maar ik wilde een keer een leuke klok gaan maken. Dat leek me wel heel erg leuk om die straks bijvoorbeeld in de hobbykamer op te hangen. Of dat ik hem in de winkel neerhang. Nog geen idee. Dat gaan we nog eens even zien. Nou, zoals ik al zei, ik hou wel echt van een beetje toch wit erbij. En wat ik heel vaak doe is even een sponsje pakken. Een beetje gesso erbij. En langs de randjes van de rice papers spons ik gewoon een beetje met de gesso. Dan valt mijn achtergrond straks ook wat mooier in het geheel weer weg. En ook hier overheen mag wel een klein beetje gesso. Ik wil hem gewoon een beetje lichtjes houden vanmiddag. Nou, superleuk dat jullie er allemaal nog bij komen, dames. Leuk. Nou, vandaag hebben we dus niet helemaal compleet nieuwe artikelen. Want Studio Light heeft gisteren echt onwijs veel nieuwe dingen uitgebracht. Maar ja, dat konden we allemaal niet redden om dat vandaag in de live demo dag te doen. Dus dat komt wellicht bij een volgende ronde. Het is mijn intentie, als het me lukt, om eind van deze maand nog weer een leuke demo dag te gaan organiseren. Gewoon omdat het te veel leuks is en wij kunnen zelf ook niet naar beurzen toe. En dan kunnen we het mooi een beetje op deze manier, kunnen wij jullie mooi wat inspiratie bieden. En volgens mij vinden jullie het wel hartstikke leuk, want er zijn wel weer veel mensen aanwezig. Dus dat is wel leuk. Ik zit ondertussen een klein beetje mee te lezen, maar net zoals ik zeg, volgens mij krijg ik niet alle reacties mee. Nou, ik ga ook over het plaatje nog een beetje heen. Want ook dit plaatje moet gewoon een beetje in mijn achtergrond gaan komen. Nou, het begin is toch al gewoon leuk. Ik moet ook nog straks aan het eind van de uitzending, mag ik ook nog wat leuks weg gaan geven. En jullie moeten me dat wel eventjes helpen onthouden. En ik moet ook nog een vraag daarvoor gaan bedenken. Ik heb nog geen idee wat. Ik vind dat altijd zo lastig. Nou, ook wat. Ik ga deze keer even wat anders werken. Ik ga niet eerst beginnen met tamponeren. Ik ga nu eerst even beginnen met wat structuur aan te brengen met een mask stencil. Even kijken, welk mask stencil ga ik pakken? Ik kan ook beide soorten gebruiken. Nou, dit is ook een doily mask stencil uit de JMA collectie. Nee, ik ga wel dezelfde gebruiken. Ik ga deze gebruiken. Dan heb ik nodig een spateltje. Waar ben jij? En wat we nu ook nieuw hebben bij Studio Light, dat is een structuurpasta. En die structuurpasta, dat is gewoon van die witte structuurpasta. Ook een leuk, of klein potje. Het valt mee hoe klein die is. Maar er zit gewoon voldoende in om lekker mee te werken. En net wat ik zeg, als jij dus ook begint met mixed media, dan zijn dit soort potjes gewoon echt groot genoeg. Deze is ook niet heel dun dat hij echt onder je mask stencil doorloopt. Daar zijn ook verschillende soorten van. Dus kijk gewoon, ja. Heb jij bijvoorbeeld als structuurpasta in huis? Ja, dan is het natuurlijk onzin om nu weer een nieuwe aan te gaan schaffen. Dat zeg ik er eerlijk bij. Maar bijvoorbeeld start jij nu met mixed media? Ja, dan is dit gewoon een goed alternatief om aan te gaan schaffen. Kijk eens, die is toch gewoon gaaf. Die ga ik ook hier nog plakken. Ja, plakken, maken. Nou, ik vind dit soort uitzendingen wel altijd een beetje spannend, omdat ik dit dus eigenlijk helemaal niet voor kan bereiden. En ik heb dus geen idee wat er straks uit gaat komen. Ik heb ook geen flauw idee wat voor kleurtjes verf ik deze ronde ga gebruiken.
De kleurtjesverf zijn voor mij ook nieuw, omdat ik met de Art by Marleen verf ga werken die gisteren is binnengekomen. Dus het wordt gewoon een creepy uitzending. Maar weet je, vaak zijn we veel te bang en moeten we gewoon ons niet te veel zorgen maken. Oh, kijk, dit is toch gaaf. Zullen we ook hier in het midden nog een klein stukje doen? We doen het gewoon. Ook dit stencil gebruik ik eigenlijk veel te weinig. Deze ga ik wel gelijk even schoonmaken, want anders dan krijg ik hem na de uitzending bijna niet meer schoon. En dat vind ik jammer. Of tenminste bijna niet meer schoon, dan heb ik er wel heel veel werk aan. Dus ik maak hem gewoon gelijk eventjes schoon nu. Even met een billendoekje. Nou, dit moet ik even weer gaan verhitten. Dus het is wel weer een uitzending waarbij ik mijn heat tool elke keer nodig ben. Maar het is gewoon eventjes niet anders. Kan ik ondertussen even weer een slokje van mijn thee gaan pakken. En een beetje gaan brainstormen wat ik met mijn creatie ga doen. We gaan zo gewoon even wat kleurtjes erbij pakken en dan zien we het wel. Ik zal proberen niet te veel heen en weer gaan bewegen met mijn heat tool, want dan zie ik dat jullie elke keer scherp gesteld worden en weer wazig beeld. Dat moeten we niet hebben. Nou, dit moet eventjes goed droog zijn, want anders heb ik straks een probleem. Dan ga ik tamponeren en dan flet ik alles weer. Dus we moeten eventjes geduld hebben. Ja, scheelt, het is zaterdagmiddag, het is weekend, dus we hebben alle tijd, toch? Gewoon lekker relaxed aan het knutsel. Zo, dat is die. Ik doe even het potje op mijn structuurpasta. Nou, diegenen die gisteren ook mijn live showtime hebben gezien. Ik heb dus mijn kleurenwaaier van Art by Marleen. Nou, ik zie al wel dat dit kleurtje er ontzettend mooi bij past. Dat is de kleur Heaven. Nou, sowieso wil ik wit erbij hebben. Die mandala, dat is uit de JMA collectie. Die heb ik volgens mij al gelinkt in de groep. Dus daar zou je even naar kunnen kijken. Even kijken, wat voor kleur pak ik er nog meer bij? Wit, zwart. Nou, die groen die ga ik denk ik een beetje mengen met een andere kleur groen. En heel misschien dat ik die blauwe er nog wel bij kan pakken. Er zat ook een donkerblauwe bij. Die zal wel wat fel worden, maar als ik die ga mengen met zwart. We gaan het gewoon proberen. Ik heb gewoon mijn missie om met deze kleuren wat te gaan maken, zeg maar. Wat gaan we doen? Tamponeren? Gaan we met water vermengen? Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ga een beetje wit erbij pakken. Nou, het voordeel van deze verf vind ik dat je dus gewoon heel makkelijk uit die tubes kan halen. Het zijn mooie, handige tubes in gebruik. Een tamponeerkwast erbij. En we gaan een beetje starten met tamponeren. Je gaat dus ook gewoon een klein beetje over de rijstpepers heen, zodat je die kleuren daar ook weer terug gaat krijgen. Dus dat dat eigenlijk één geheel gaat worden. Maar ik wilde deze keer ook van allerlei wit bijhouden. Dus ik wil het niet te druk gaan maken. Of niet te vol. Maar dat zeg ik in het begin altijd. En uiteindelijk wordt het nog van alles en nog wat.
vind dit trouwens wel een heel mooi kleurtje, deze Heaven. Die past ontzettend goed bij mijn lijn. Ja, en weet je, de verfjes hoeven nu nog niet eens de exacte kleur te hebben. Want we gaan natuurlijk straks ook nog met allerlei andere dingen weer op de achtergrond. Dus stempelen, met mask stencils. En dan pak je allerlei andere kleuren er weer bij. En uiteindelijk wordt het gewoon één geheel, is de bedoeling. Dat is altijd mijn streven. Nou, tamponeren kan op allerlei manieren. Ik wil hem deze keer ook even ietsjes meer in een aquarel stijltje hebben. Dus ik ga er ook wat meer water bij pakken. Dus dat kun je ook nog doen. Dan krijg je het gewoon net ietsjes, hoe zal ik het zeggen? Een beetje een watercolor effect terwijl je toch aan het tamponeren bent. Kijk, zo heb je gewoon lekker een lichte achtergrond. Het ene stukje wat donkerder, het andere wat lichter. Een beetje wit er weer overheen. Zodat we het weer mooi licht gaan krijgen. En dat vind ik dus ook het leuke van deze verf. Want het mengt zich uiteindelijk ook nog weer op je werk nu. Dus je kan gewoon lekker ondertussen een beetje mengen, een beetje spelen, een beetje stoeien. Nou, dit is dus ook gewoon mindful bezig zijn. Gewoon niet nadenken, lekker tamponeren en kijken wat het resultaat gaat worden. Die mandala's die laat ik een beetje lichtjes. Kan zijn dat ik daar straks nog met een ander kleurtje iets overheen ga. Ik ga er een beetje van de kleur Kermit bij pakken. Of Kermit, net hoe je maar wilt noemen. En die ga ik met een klein beetje groen vermengen. En ik denk dat er een klein beetje bruin bij moet. Omdat die anders niet helemaal bij mijn achtergrondje gaat passen. En de bruine is de kleur Tabacco. Nou, dan gaan we gewoon een beetje mengen. Kijk. Dat gaat toch leuk worden. Een beetje groen erbij, want anders wordt het wel heel erg blauw allemaal. Dus deze verfjes die zijn zeer geschikt om met elkaar te gaan mengen. Dat merk ik al wel bij deze. Hij is ook gewoon voor de jelly plate heel geschikt. Heb ik nog niet getest, maar heb ik wel van horen zeggen. Dus dat is eventjes van, ja. Ik heb het niet zelf uit eigen ervaring, maar uit eigen horen zeggen. Nou, zie je, dat wordt toch gewoon gaaf. Zo heb je echt een mooie achtergrond. Wel een klein beetje die bruine ook her en der nog gewoon tussendoor spetteren. Even een beetje rondom mijn afbeelding. Dat wordt een beetje voor een vintage look. Niet te veel. Kijk, jullie zien wel, ik gebruik nog steeds dezelfde tamponeerkwast. Dan mengen die kleurtjes gewoon heel mooi in elkaar door. Hier een beetje bruin erbij. Oh, ik vind hem al helemaal leuk worden, dames. Ik zou er zelf iets zalmroze bij het mannetje naast het gele. Nou, ik ben er nog niet helemaal. Zalmroze, dat past er niet bij. Dat denk ik dat niet heel mooi gaat worden. Maar er komt nog wel iets. Ik denk dat ik daar ook dat bruinige nog een beetje ga doen. Of dat ik een blauwe nog ga mengen met wat donkerblauw. Kijk, weet je, eigenlijk is dit helemaal niet zo moeilijk om dit te doen. Het is gewoon echt, ja, een kwestie van een beetje loslaten. Niet nadenken, gewoon doen.
zie je een beetje van die erbij, een beetje wit er weer bij. En dan denk ik dat we aan de achtergrond op deze manier gewoon eventjes niks meer doen. Want dan kunnen we lekker met de volgende fase verder gaan. Dus uiteindelijk heb ik ietsjes minder kleurtjes gepakt dan ik had bedacht. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Ik vind het al helemaal leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ja, die verfjes die zijn verkrijgbaar in setjes en die zijn los verkrijgbaar. De setjes die zijn €22,95 meen ik. En dan zitten er 6 verschillende kleurtjes in. En er zijn ook, ze zijn ook verkrijgbaar gewoon los voor €3,95 per stuk. Ja, deze kleur is echt mooi, die tabacco. Maar er zijn meerdere mooie kleuren hoor. Misschien laat ik straks nog wel even wat kleuren zien. Ik ga even weer in de denktankfase van wat gaan we er nu bij doen. Wat gaan we erbij pakken? We kunnen met deze verfjes natuurlijk ook gaan schabloneren. Oh, ik heb die blauwe er nog op zitten. Dan pak ik even een vingerdabbetje. Want dat gaat vast ook hier wel mee. Om leuke verfspetters te maken. Mensen, ik hoop dat die op gaan vallen. Nou, dat zie je bijna niet. Dan ga ik het even anders doen. Ik kan ook een bruine spetter maken. Muzieknootjes, rijspapier erbij. Nou, niet het rijspeper, maar er gaan straks wel wat muzieknootjes op de achtergrond komen. Die worden gestempeld. Dus dat is nog wel de bedoeling. Ik denk dat ik maar wat bruine spetters ga maken. Kijk, dat valt iets beter op. Hier mag nog een lekkere grote spetter. Gewoon een beetje deppen. Ik wil het niet te donker hebben. Dus vandaar dat ik het gewoon een beetje dep. Die gaat hier ook nog weer komen. En het voordeel van deze tubes is ook, je kan het gewoon echt heel mooi doseren. Dus je hoeft niet zo heel veel verf elke keer te pakken. In het kader van zuinigheid met vlijt. Dat we niet alles zomaar willen verspillen. Nou, ik ben blij dat jullie het tot nu toe leuk vinden. Nou, dit is voor mij, ja, weet je, ik vind dit altijd gewoon eng als ik de eerste keer met een rijstpaper en dan ook gelijk live ermee. Want ik heb dan ook geen idee hoe het uit gaat pakken en uiteindelijk ben je gewoon veel te bang. Meestal pakt het gewoon goed uit. Ach, en weet je, ik kan na de live ook altijd nog weer een beetje laatste finishing touch doen. Hier onderaan wil ik ook nog een verspettetje. Ondertussen heb ik alweer heel veel zooi verzameld. Dat is het wel met mixed media. Je hebt gewoon, of met art journal, rijstpapers en dat soort dingen. Je hebt gewoon zoveel benden nodig. Dat ik soms denk van, oh. Maar ja, goed. Daarmee krijgen we wel de mooiste resultaten, hè? Even kijken. Dit hebben we tot nu toe. Wat heb ik nog meer in de aanbieding? Eigenlijk wil ik ook wel wat van deze erop hebben. Waarmee ga ik dat doen? Ga ik dat met structuurpasta doen? Dat is misschien wel leuk, hè? Zullen we het gewoon proberen? Ik weet namelijk niet zeker of dat gaat met dit maskstencil. Want dit structuurtje is wel heel erg gedetailleerd. Dus ik wil even kijken of dat
gaat lukken. En zo niet, jammer dan. Ja, dat gaat. Kijk eens. Oh, dat is ook mooi. Die gaan we ook hier nog doen. Dus ook daarvoor weer de structuurpasta van Studio Light. Nou, ik denk dat als je wilt dat je die structuurpasta ook wel gewoon op kleur kan brengen met de verfjes. Ga ik in dit geval niet doen, maar het zou kunnen. Hier onderaan doe ik ook een klein beetje, want eigenlijk moet alles gewoon 3 keer erop. Dat is een beetje voor de balans. Kijk, en zo haal je dat witte ook weer een beetje terug. Ik vind het al helemaal tof worden. En die leg ik even aan de kanten. Wat kunnen we er nog meer bij doen? We hebben nog leuke stempels. Dus ik werk gewoon echt een beetje op gevoel. Ik ga nu eerst even over naar de stempels. Nee, toch niet. Ik wil namelijk ook nog wat steentjes. We hebben een heel mooi stenen muurtje. En die wil ik er eigenlijk ook nog bij gaan gebruiken. Die ga ik hier aan de zijkant doen. En ik ga hiervoor denk ik pakken deze grijze. Ja, laten we dat maar doen. En dit is van, ja, ik moet straks na de live uitzending moet ik de producten nog even opzetten. Even kijken, maak je binnenkort nog voorbeelden van Cartabella net set besteld? Wat van Cartabella heb je besteld dan? Ja, weet je, ik wil altijd heel veel voorbeelden maken en ik wil echt alles voor jullie doen. Maar ik moet ook even leren een klein beetje aan mijzelf te denken. En niet altijd gelijk te zeggen dat ik het wel kan. Dus ik kan niks gegarandeerd beloven. Maar ik wil het wel proberen. Ja, belofte maakt schuld. Dus ik ga niks zomaar zeggen van het kan wel of niet. Maar als ik weet welk set van Cartabella, dan kan ik er wel even een keer naar kijken of het gaat lukken. Ik ga hier ook nog een stukje van een muurtje doen. En dan laat ik jullie zo meteen even zien hoe tof deze pasta is. Want hier zitten dus echt helemaal kiezelsteentjes in. Het is al een soort muurtje. En dan wil ik er straks ook nog een beetje mos overheen gaan doen, denk ik. De kerst, de nieuwe. Ja, dat is wel de bedoeling om daar wat mee te gaan doen, Els. Maar dus net wat ik zeg, even kijken wanneer dat gaat lukken. Kijk, zien jullie, er zitten gewoon glittertjes in dat steentje. Er zit van allerlei leuks in. Ik ga hier ook nog een klein beetje doen. In het kader van alles moet 3 keer. Ik zal niet te laag gaan werken. Proberen. Ja, er zit een glittertje in, er zit een soort kiezelsteentje in. Het is gewoon echt een heel tof spul. Het is dus van Cosmic Shimmer. En ik zal even kijken welke kleur ik gebruikt heb. Ik heb de kleur Grand Perla. Artikelnummer is CSGR Grand. Dus ja, kijk maar. Jullie kunnen denk ik zo wel zien. Het is gewoon echt, ja, heel tof spul. Wat kan er nog meer bij? Muzieknoten. Want het is natuurlijk een... Er staan muzieknoten op. Dus die moeten ook op de achtergrond. Ik moet ze ergens hebben. Ik heb ze ook wel. Ik heb namelijk een stempel en die gaan we denk ik maar mooi met een beetje, ja, wat voor kleur gaan we daarvoor pakken? Gaan we blauw doen? Gaan we groen doen? Ik ga eerst mijn muurtje even droog feunen, want weet je, anders dan ga ik er zo meteen overheen. En dan heb ik mijn muurtje geplet. Dat is een beetje jammer.
Dat moeten we niet hebben. Zo. Nou, het hoeft niet zo heel lang te drogen. Als het maar zo goed als droog is. Ja, ik heb inderdaad de Price Ribbon heb ik bij me liggen. De Distress Oxide Price Ribbon. En ik denk haast dat ik die er inderdaad bij ga pakken. Maar ik ga het eventjes eerst afstempelen op een ander papiertje om te kijken hoe en wat. Als ik tenminste een papiertje heb. Ja, vast wel ergens, maar... Ja, die kleur kan er wel bij. Even kijken, heb ik hem goed? Ja. Kijk, en het moet niet... helemaal overheersend aanwezig zijn. Dus ik druk gewoon her en der een klein beetje af. En dat kan ik ook straks nog weer een klein beetje lichter maken. Door er weer met iets anders overheen te gaan. Kijk, dus gewoon af en toe een klein beetje aanduwen. Oh, dit gaat echt leuk worden. Hier mag hij ook nog een beetje. Kijk toch eens. Oh, ik vind hem al helemaal leuk. Kan er niks aan doen. Weet je wat we ook nog hebben? We hebben ook nog een heel mooi mask stencil. En die heeft ook van die muzieknootjes. En die kunnen we natuurlijk wel weer leuk met een pasta doen. Nu heb ik hier nog de Nuvo Glacier Paste en dan de Frostbite. En die kunnen er natuurlijk wel weer bij gaan pakken. Kijk, deze heeft van die leuke muzieknootjes. Dus dan kunnen die muzieknootjes, die kunnen er weer overheen gaan doen. Met een mooie pasta. En zo krijg je dus ook gewoon echt een beetje dimensie in je project. Dat je dus niet alles plat hebt. Maar het is gewoon, er is gewoon lekker veel te zien, lekker veel te voelen. Dat vind ik altijd leuk. Kijk, daar wat muzieknootjes. Nu komt er straks in het midden dat gat nog wel voor de wijzers. Maar dat maakt niet uit. Het hoeft ook niet allemaal helemaal precies te zijn. Ja, ik ben er ook tot nu toe nog wel heel tevreden over, moet ik zeggen. En we schieten ook al wel aardig op qua... Ja, wat er allemaal op moet. De ene keer ben je gewoon snel klaar. De andere keer ben je er heel lang mee bezig. Nou ja, uiteindelijk de complete afwerking. Dat vergt nog wel eventjes wat tijd. We zijn er nog niet. Kijk, de muzieknootjes er weer bij. Dat is toch leuk. Ik wil nog een klein beetje stempelen met een beetje bruine inkt. Want ik heb nog van die leuke postcard elementjes. Even kijken. Hier zit weer script en postcard op. Die wil ik erbij gaan gebruiken. Dit is JMA-NA-stamp 20. En die gaat er weer bij komen. Even kijken. Moet ik een klein acrylblokje pakken? En hiervoor ga ik pakken de kleur Pebble Beach van de Archival. Ik denk dat dat wel een leuke kleur is. Die stempel ik daar weer even een beetje. Die gaat hier nog. Kijk, zo kun je ook over de randje één geheel gaat worden. Hier mag hij ook nog een keer. Hier nog een stukje. Even kijken.
Ja. Ik denk dat ik straks al zo ongeveer zeg van... er komt niet zo heel veel meer bij. Ik ga in ieder geval langs de rand wil ik nog helemaal wat wits gaan maken. Dus dan ga ik zo even met mijn gesso lekker langsheen. Dat vind ik altijd wel leuk. Nou, een beetje script her en der nog. Dan kunnen we straks nog met wit een beetje gaan spetteren. Die komt daar. Ik ga alles eerst eventjes met witte langs. Nu heb ik verschillende dingen om wit te maken. Nou, jullie zien het. Mijn Vintage Legend gesso. Dus dat is die gesso met dat korreltje. Ik dacht van die ga ik tenminste omheen doen. Maar die is compleet uitgedroogd. Dus daar gaat hem niet worden. Daar was ik al eigenlijk wel een klein beetje bang voor. Ik heb namelijk op mijn hobbykamer is het altijd heel erg warm. In verband met de verwarming daar. En ik heb een jaar lang de spulletjes bijna niet gebruikt van Cadence. En dat is er niet heel goed voor. Want dan droogt het wel een beetje uit. Ik ga ondertussen even een klein beetje mijn doosjes opruimen. Want anders dan zie ik door de bomen het bos even niet meer. En ga ik nu even lekker een klodder gesso langs de rand zetten. En misschien dat er straks ook nog wel een beetje blauw nog weer overheen komt. Maar dat moet ik nog eventjes bekijken. Ik ben er echt wel tevreden over. Nu zit ik nog te denken of ik er straks nog een tekst op ga doen. Of dat ik hem zonder tekst laat. Want op zich, ook op een klok kun je natuurlijk wel gewoon een tekst doen. Dat maakt helemaal niks uit. Dat kan altijd. Zo. Ik denk dat ik er straks nog een klein beetje met de verf van Cadence of van Marleen weer overheen ga tamponeren. Dus dat we echt die rand mooi weggewerkt gaan krijgen. Dat ga ik een beetje doen weer met die... Hé, ik weet iets leukers. Ik wil er een klein beetje glitters nog bij hebben. En ik pak gewoon een klein beetje van die pasta. Want dit is dus gewoon ja, een soort dunne pasta met een heel mooi glimmetje. En dat is natuurlijk wel heel tof om dat ook langs de rand nog weer te gaan doen. Dus dan hebben we daar ook een beetje bling bling langs de rand. Dat is leuk. Dus voor jullie zal het niet enorm zichtbaar zijn. Ik kan ook zien dat ik het misschien een klein beetje zo met mijn spateltje aan ga brengen. Dan een beetje uitpoetsen. Maar dan zit er straks... Ik moet hem denk ik dan een beetje schuin houden. Maar ik denk dat jullie dan wel die glittertjes kunnen zien waar dus nu langs de randen zitten. Oh, dat is leuk. Vind ik tenminste. Ga ik zo ook nog een beetje groene mosterd op doen. Life wordt steeds onderbroken. Ik heb er zelf eigenlijk geen last van. Bij mij loopt hij gewoon elke keer goed. Maar ja, weet je, Facebook is de laatste tijd gewoon echt bij iedereen aan het zeuren en aan het knoeien. En ik weet niet wat dat is. Ik moet zometeen ook nog even met wit gaan spetteren. Met de witte Posca. Nou, voor degene die dus later zijn binnengestroomd. Ik ben dus een MDF klok aan het maken. En later ga ik nog eventjes dan de wijze plaatjes en alles erin maken. Maar dat komt eventjes achteraf.
Oh, ik ben met die mandala ook wel zo blij. Ik denk dat ik hier een mooie tekststicker ga maken. Ik had ook nog een beetje mos. Ik ga de lichte mos erbij doen. Nou, fijn dat niet iedereen daar last van heeft van het van internet. Ik kan er helaas niks aan doen, dames. Dat is voor ons ook gewoon overmacht. Kijk, een beetje mos over de steentjes weer. Die gaat steeds meer uit beeld. Ja, ik heb hier een beetje die verf liggen. En ik zal het even wegpoetsen en weer iets hoger gaan werken. Ja, het begint voor mij een beetje... dan wordt het een beetje eind van de uitzending. En dan kan ik niet zo heel makkelijk meer rechtop zitten. En dan trek ik de dingen steeds meer naar mij toe. Dus ik ga proberen weer eventjes iets hoger te werken. Goed dat jullie het even aangeven. Dan kan ik daar weer rekening mee gaan houden. Nou, er mag ook nog wel iets mos hier. Het rice paper is van mijn JMA collectie. En die heb ik, als het goed is, al gelinkt in onze webwinkel. Dus daar kun je dat allemaal terugvinden. Nou, mos mag ook een klein beetje her en der eroverheen. Zo. Dan ga ik nu nog even spetteren met een witte Posca. Dat gaan we even erbij pakken. Dus een witte Posca is gewoon voor mij onmisbaar. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Even een beetje activeren. Dan heb ik er een hele fijne punt. Ik ga even kijken of ik die andere hier toevallig ook heb liggen. Die spettert net wat makkelijker. Nee, die heb ik zo niet binnen handbereik. Nou, dan doen we het gewoon met deze. Gewoon iets harder erop meppen. Ik doe het ook altijd over het rice paper heen. Ik laat het zo meteen even iets dichter in beeld zien. En wat ik ook nog vaak doe, is toch een klein beetje accenten nog. Ook op de bloemetjes, op de blaadjes. Dus dat het ja, net ietsjes meer nog weer dimensie gaat krijgen. Oh, ik zie hier ook overal die mooie glimmers van dat... van dit spul, zeg maar, van de Nuvo. Dat is echt leuk spul. Oh, dat ik het jullie wat makkelijker in beeld kon laten zien. Het is echt tof. Even kijken. Een tekstje. Even kijken of we iets hebben wat ook nog een klein beetje... Nou, op zich kan don't put a deadline on your happiness. It's not too late to change direction. Nou, deadline heeft ook met tijd te maken. Dus dat zou nog wel kunnen. Ik ga even kijken. Ik moet zometeen ook nog een iemand kiezen die wat gaat winnen. Ik ga even eerst deze afmaken. Ik ga eerst de tekst erop doen. Of dat leuk is. Voor de... even kijken. Don't put a deadline on your happiness. Ik ga even kijken waar het leuk is. Ik denk dat ik deze ga matten op een stukje lichtblauw. Want dan valt hij net wat meer op. En dan ga ik deze hier onderaan doen. Even kijken.
niet zo. Deze kant in het midden. En dan gaat die daar komen. Nou, dan moet je straks nog zien dat die zwarte wijze platen er natuurlijk nog op zitten. Nou, ik vind het helemaal leuk. Nou, ik had dus eigenlijk geen vraag bedacht. En ja, wat jullie gaan winnen is een surprise. Maar wellicht, als jullie geluk hebben, wordt het iets van zo'n mooie mandala stencil. En misschien wat verf van Art by Marlene. Dus dat zou iemand kunnen winnen. Maar wat voor vraag ga ik daarbij bedenken? Nou, ik ga gewoon zeggen start. En vanaf dat moment mogen jullie aangeven hoeveel kleurtjes verf zijn er uitgekomen van Art by Marlene. Dus iemand die het goede antwoord heeft, die gaat het straks winnen. Nou, dit is dus zeg maar, ja, ik moet dit nog eventjes straks netjes afwerken. Dat ga ik gewoon na die tijd doen. Dan ga ik dit eventjes nog afknippen, even nog vastmaken. En wat ik ook nog ga doen, is hier natuurlijk weer een leuk randje omheen. Want dat vergeet ik vaak. Kijk, en ook bij deze bloem kan ik nog weer, ja, weet je, als je eenmaal ermee bezig bent, dan blijf je gewoon aan het prutsen en aan het verzinnen. En dan kun je hieronder deze nogal wat accentjes maken, zodat hij weer een beetje op gaat vallen. Daar nog wat en daar nog wat. Nou, react de vraag was niet zo heel moeilijk, maar ach, weet je, het hoeft ook niet altijd moeilijke vragen te zijn, toch? Het gaat gewoon een beetje om dat we weer iets leuks weg kunnen geven, dat we iemand blij mogen maken. Ik maak graag iemand blij. Wat ik jullie ook nog wel kan laten zien met diezelfde rice papers, of dezelfde verfjes, want eigenlijk wilde ik de verfjes van Marlene gewoon even aan jullie laten zien. En dit is ook nog een proefje. Is nog niet helemaal klaar. Maar dit wordt dus ook, dit is dus ook met de rice papers van de JMA. En dan ook de verfjes van Art by Marlene. En hierbij heb ik dus ook weer een aantal leuke kleurtjes. Dat jullie een beetje een idee hebben van welke kleurencombinatie kun je gaan gebruiken. Nou, ik heb bijvoorbeeld bij deze heb ik de tabacco, heb ik de kermit. Heb ik de Amphi bij gebruikt. En welke ik daar ook bij gebruikt heb, is bijvoorbeeld de Tuscan. En dat is ook weer een hele mooie, die ook bij mijn eigen lijn past. Dus ze zijn echt, de kleurtjes zijn ook voor de JMA-collectie, voor de rice papers, heel geschikt. En je kan het mengen met wit en met zwart, om gewoon nog weer meer kleurtjes erbij te krijgen. Ik vind het echt een top verfje. Ik ga zo eens even kijken wie er gewonnen heeft. Deze ga ik later nog even afmaken. Dit is een schriftje, zeg maar. En daar wil ik een leuke cover omheen hebben. Dus die komt later nog. Ik ga even kijken. Hoe laat is het? Het is 5:30. Nou, dan heb ik het vrij snel gedaan met mijn live, moet ik zeggen. Ik heb al wat goede antwoorden gezien. Ik ga nu ook klikken op stop. En dan ga ik eens even een winnaar eruit kiezen. Even kijken. De winnaar. Even kijken vanaf waar kan ik zoeken. Corine Geerts, jij mag mailen naar info@hobbyvision.nl en jij krijgt een leuke surprise. Niet eerlijk dat iemand 3 keer raadt. Nou, ik heb die eerlijk gezegd niet voorbij zien komen, die reacties van 3 keer.
inderdaad, het is het eerlijkste als iemand gewoon allemaal één keer meedoet. Ook voor vanavond tijdens de live uitzending bij de laatste. Doe allemaal gewoon één keer mee met het raden. Dat is gewoon net zo eerlijk. Ja, eigenlijk was het dit ook wel voor vandaag. Mijn uitzending is dus ietsjes korter. En daar ben ik zelf ook wel even blij mee, want dan kan ik ook lekker zometeen weekend gaan houden. Ik ga nog even proberen het filmpje te uploaden. Ik ga hier later nog even dus dat gat inmaken en dat uurwerk te inmaken, zoals ik bij deze ook heb gedaan. Dus dat gaat nog komen en deze klok moet ik later nog verder afwerken. Maar zo hebben jullie toch een idee wat je met zo'n klok kan doen. Nou, dat staat toch gewoon super gaaf in je hobbyruimte. Ik denk dat ik hem eerst even een tijdje in de winkel ga hangen en dat ik hem daarna in mijn hobbykamer ga hangen. Of in mijn eigen kamer, kan ook nog. Er waren 24 kleurtjes in totaal. En die kleurtjes die kan je dus ook heel mooi zo in jouw kleuren standaardje zetten. Nou, deze kunnen weer terug. Er is dus een standaardje bij. Of nou ja, die kan je erbij kopen. Hé, ik mis één kleurtje. Waar ben jij? Oh, dat is de witte. Dan hoor jij hier. En dit zijn de verschillende kleurtjes. Dus er zitten echt hele mooie kleuren in. Dus ik had alvast voor jullie een kleurenwaaiertje gemaakt. Nou ja, meer voor mezelf. Maar dit zijn dus alle 24 kleurtjes. Je kunt ze ook gewoon per stuk bestellen, dat je het eerste keer kunt proberen. Het zijn ook echt hele toffe fluor kleurtjes. Dus kijk gewoon eventjes wat jij hier aan vindt. Voor nu wens ik jullie zometeen eet smakelijk voor straks en een fijne avond. Vanavond is Jeanette nog weer live, dus kijk dan ook gezellig nog weer mee. Ik ga nog even de producten voor jullie linken. En dan stop ik er zo mee. Tot de volgende keer maar weer. Doei doei!